Wij hebben gekregen wat we wilden. Namelijk, we mogen een vertrouwenscommissie samenstellen voor een kroonbenoemde burgemeester. Er werd aangegeven door de commissaris dat er wat zorg was over de samenwerking in de Leidse regio. En inderdaad, dat één termijn daarvan voorlopig, hè, dus het is niet zo dat één termijn definitief is, de inzet is voor deze benoeming. Dus het kan best dat daarna een nieuwe termijn komt, maar het kan ook dat er helemaal geen burgemeester van Zoeterwoude meer is na één termijn? Er zijn helemaal geen garanties. Het zou zelfs kunnen zijn dat binnen die ene termijn al maatregelen genomen worden waardoor de samenwerking in de Leidse regio verbeterd wordt. Totaal geen garantie. Er werd heel direct aangegeven door hem, ga niet achterover zitten. Ga dus niet zeggen, we hebben het voor elkaar, we hebben weer 6 jaar dat we zelfstandig zijn. Zo is het niet. De opdracht ligt gewoon van die samenwerking in de Leidse regio met beter. En hij kan zich voorstellen dat de randgemeenten, naast Leiden, een leidende rol, een trekkende rol gaan zijn om die samenwerking weer vlot te trekken. Samenwerking is niet hetzelfde als dat Zoeterwoude bij Leiden komt. Absoluut niet. Hij gaf heel duidelijk aan dat schaalvergroting niet altijd de juiste oplossing was. Maar juist een veel intensieve samenwerking tussen alle gemeenten dan nu het is. We zijn zeker van plannen om ook het input van de burgers, ondernemers en anderen hierbij te gebruiken. Dus geen gekozen burgemeester, maar we hebben wel wat te zeggen. Gekozen burgemeester gaat niet gebeuren, staat niet in de wet. Het is een benoemde burgemeester. Wij als gemeenteraad van Zoeterwoude mogen het profiel opstellen. Vervolgens mag er gesolliciteerd worden en via de normale wegen naar de commissaris wordt de selectie gemaakt.